De integratie van de Chinezen in de Surinaamse gemeenschap zijn van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van Suriname. Op deze dag herdenkt de samenleving de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in de geschiedenis van Chinese immigratie in Suriname. Rudy Shenyam Seng, secretaris van de Suriname Chinese United Association SQUA, zegt dat de integratie ook een ontwikkelingspijler is geweest voor Suriname. De vestiging van de Chinese gemeenschap in ons land is een teken van het doorzettingsvermogen en kracht die hebben gezorgd voor ontwikkeling. We gebruiken de term vestiging om eigenlijk aan te geven dat we hier zijn gekomen om ons te integreren, om van Suriname ons thuisland te maken. En dat is eigenlijk ook geworden wat het is. We zijn eigenlijk een integraal onderdeel van de gemeenschap. We zijn geïntegreerd op allerlei manieren. Ja, van de keuken, de Chinese bekende keuken, tot Chinese kunstenaars, Chinese schrijvers, Chinese in de politiek. Dat is ook te memoreren. Dus we zijn eigenlijk volledig geïntegreerd. Het monument is gemaakt door Paul Wui en staat in teken van de herdenking van de Chinese immigratie en het jarenlange harde werk. Shenyam Seng kijkt uit naar de vruchtbare jaren om Suriname te helpen opbouwen.